Vandaag ben ik in Gendringen en praat ik met meneer Gerard Wijkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Wijkamp, we gaan praten over schaken. Ja. En ja, een groot misverstand wat ik heb begrepen van u is dat schaken door heel veel mensen als saai wordt gezien. Maar daar heeft u een andere mening over, hè? Ja. Ja, daar heb ik een heel andere mening over, namelijk het tegenovergestelde. Mm-hmm. Schaken kan nogal opwindend zijn. Zo erg zelfs dat ik wel eens achter het bord zit met het zweet in mijn handen. Als ik een goede tegenstander heb en ik zit in het nauw en ik moet ook nog vechten tegen de klok. Want je hebt bij schaken maar een beperkte afgesproken tijd tot je beschikking. En als je dan nog maar 5 minuten hebt en je moet 10 zetten doen en je zit in de knel en je hebt ook nog een sluwe tegenstander, dan wil je het zweet wel eens uitbreken. Uh-huh. Dus het is allesbehalve saai. Oké. Okay. Nu is het ook zo dat Nederland een aantal bekende schakers heeft gekend, hè, in het verleden. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, de allerbekendste is Dr. Euwe. Hij was een groot schaker. Hij is wereldkampioen geworden in 1935 tegen Capablanca. Die wedstrijd werd gespeeld op Cuba. En daar is hij wereldkampioen geworden. Hij heeft ontelbare boeken over het schaken geschreven. En hij heeft later ook veel gedaan op het gebied van schaken met computer. Hij was namelijk dokter in de wiskunde en nogal deskundig op het gebied van computers en zo. Mm-hmm. Oké, okay. En dat is natuurlijk 1935, hè? Nu is het 2013. Heeft Nederland nu mogelijkheden? Zijn er talenten in Nederland? Ja, of? Nederland heeft sinds dokter Euwe nooit zoveel jeugdig talent gehad als juist op dit moment. En ik verwacht eigenlijk dat we binnen 10, 15 jaar een Nederlandse wereldkampioen krijgen. De beste speler die we nu hebben is ook een zeer jonge speler, dat is Anish Giri. En die speelde op het ogenblik in het Hoogover schaaktoernooi. Hij doet het daar heel goed tegen de wereldtop. En ik denk dat hij de potentie heeft om wereldkampioen te worden. Mm-hmm. Oké. Okay. Als we eens gaan praten over de schaakvereniging Gendringen. Hè? Dan, in het voorgesprek hebben we het al iets over gehad. Hè? Ja. De schaakvereniging Gendringen kent op dit moment 16 leden, heb ik begrepen? Ja, circa 16 leden. Ongeveer 16 leden. En jullie hebben een vaste avond in de week? Ja, dinsdagavond. Vertel eens. Op dinsdagavond komen we bij elkaar in de Smeltkroes. Daar hebben we een gezellig zaaltje. Ja, dat was eerst de Smeltkroes. En vroeger was dat de Smeltkroes, maar die is er niet meer. Nee. En tegenwoordig? De Druffabriek. Oké. Okay. En daar komen we om 8 uur bij elkaar. Mm-hmm. Er wordt even worden de nieuwtjes uitgewisseld, maar niet te lang, want iedereen wil schaken. En daar spelen we onderling in de club onze wedstrijden. Mm-hmm. En de winnaar daarvan, die is aan het eind van het seizoen clubkampioen. Okay. En als wij met een team spelen tegen andere verenigingen, zit die man ook aan het eerste bord. Mm-hmm. Die speelt dus weer tegen de kampioen van de tegenstanders. Wat wij verder doen, dat is spelen bekerwedstrijden, spelen vriendschappelijke wedstrijden tegen buurtclubs, waar we een hele goede verhouding mee hebben. En we spelen in de bondscompetitie, in de derde klas. Dat is niet bijzonder hoog, maar het is ook niet het laagste. Nee. Oké. Okay. En mensen die wellicht interesse hebben om ja, een keer te kijken of schaken iets voor hun is, kunnen die gewoon vrijblijvend een keer een avond meelopen? Of? Ja, die zijn zeer welkom bij ons.
Ze hoeven niet bij voorbaat de intentie te hebben om lid te worden. Iedereen die belangstelling heeft voor het schaken, is bij ons welkom. Okay. Als er iemand komt en die zegt, ik ben een schaker en ik wil graag een potje schaken, maar ik kan nooit tegenstanders vinden. En hij komt bij ons op de club en er is een oneven aantal, dus er is iemand over, dan mag hij bij ons schaken. Mm-hmm. Kost niks. Mm-hmm. Geen verplichtingen. Iemand wiens intenties iets verder gaan en zegt, nou, als het mij bevalt wil ik toch wel lid worden van een club. Dat is leuk. Die kan eerst proef spelen en na verloop van tijd zeggen of hij wel of niet lid wil worden. Mm-hmm. Dus alles is mogelijk. Okay. Nou heb ik ook in het vorige gesprek begrepen dat schaken natuurlijk spannend kan zijn, hè? Maar ook goed kan zijn voor de, ja, voor de geestelijke gezondheid. Hè? Ja, voor het denkvermogen. Is heel goed, ja. Educatief, zeggen ze, is het goed. Uh-huh. Het is erg goed voor de concentratie. Het is vooral heel erg goed om te leren logisch te denken. Goede gevolgtrekkingen maken. Het nemen van beslissingen. Daar kun je je in trainen met schaken, want het komt bij schaken. Is bijna altijd zo dat je meerdere mogelijkheden hebt die op het oog even kansrijk zijn. En dan moet je beslissen welke neem ik. Dat vergt enige talent, aanleg, maar vooral ook kunnen beslissen. Mm-hmm. En dan natuurlijk concentratie en geheugen. Geheugen, en dan denk ik ook weer even aan oudere mensen die hun geheugen willen trainen. Je komt in de partij heel vaak tegen dat je denkt, waar heb ik dit vaker gezien? Tegen welke tegenstander was dat en wat hebben we toen gedaan en hoe liep dat af? Ja. Dat moet je terug kunnen halen en dat leer je bij schaken. Uh-huh. Hoe lang duurt een schaakpartij? Een schaakpartij duurt bij de bond. Dat is dus regel, dat moet, een uur en drie kwartier per persoon. Dus je hebt elk een uur en drie kwartier, totaal 3,5 uur om de partij uit te spelen. En als de tijd op is, heb je verloren. Is er dan een stopwatch of zo? Hoe gaat dat dan? Er zit een vlaggetje aan de klok waar de grote wijzer onderdoor gaat. En als het vlaggetje valt, dat is een geëikte uitdrukking in het schaken, de vlag is gevallen, dan heb je verloren. Mm-hmm. Oké. Okay. Nu heb ik ook begrepen in het voorgesprek dat jullie iets doen met kinderen, hè? Met kinderen schaken te leren. Ja, daar hebben we vroeger veel en met succes aan gewerkt. Jeugd opleiden via de basisscholen. Sinds kort, en daar zijn we heel blij mee, hebben we in Vasselder op de Pius de Tiende school geven we schaakles aan kinderen. En we hebben daar een deelname die veel groter is dan we verwacht hadden. 24 kinderen die echt belangstelling voor schaken hebben. En die worden in twee groepen wekelijks krijgen die schaakles. Oké, 24 kinderen. 24 kinderen, ja. Ja, oké. Nou zijn er ook verschillende soorten schaken, hè? Had ik begrepen. Je hebt ook het rapid schaken en het snel schaken. Ja, je hebt behalve het gewone schaken waar je dus die 1 uur en 3 kwartier voor krijgt, heb je het rapid schaken. Meestal is dat 25 minuten, maar je mag ook een half uur nemen of 20 minuten. En dan heb je het snel schaken. Officieel duurt dat 5 minuten, dus elke speler krijgt maar 5 minuten. Dus je moet heel vlug denken, beslissen, zetten. Uh-huh. En wij doen 10 minuten, want 5 minuten is ons een beetje te gortig. Dus mensen die willen schaken en niet zo heel veel geduld hebben om 1 uur en 3 kwartier, die kunnen ook. Ja, die heb je. Ik heb een buurman gehad en dat was een talent in het snel schaken. En die deed het liefste snel schaken. En daar verloor ik prompt altijd van, want ik ben geen snel schaker. Oké. Okay. Dus schaken is eigenlijk niet saai? Absoluut niet. Nee. Ik ken iedereen die
die overweegt om iets met schaak te gaan doen, die kan ik bij voorkeur garanderen dat hij zich in ieder geval niet verveelt. Nee, nee, nee. En is het moeilijk te leren? Nee, nee, het is, ja. Want je ziet natuurlijk witte en zwarte stukken, je ziet je pionnen en ja, je ziet en verschillende soorten stukken, maar het, nee, het is niet moeilijk, je moet het stap voor stap moet je het je eigen maken, maar het is niet echt moeilijk. Okay. Iedereen kan het leren. Uh-huh. Als mensen meer informatie willen hebben, heer Wijkamp, dan kunnen ze telefonisch contact opnemen of ze kunnen een e-mail sturen, hè? Ja, ze kunnen met de secretaris. Ja. En telefoonnummer. Het telefoonnummer zal ik daar even opnoemen. Ja. Dat heb ik opgeschreven, hè. Dat is nummer 0315-685263. En het e-mailadres van, ook van de secretaris, hè? Ja. Dat is meneer Aalders. Dat is aw.aalders@hotmail.com. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het interview, meneer Wijkamp. Graag gedaan. En heel veel succes met jullie vereniging. En ik zou zeggen tot ziens op de club.